Zo'n 250 vlechtelingen die in het WTC Expo in Wout verbleven, hebben juist rond rondom in Friesland eten bij gastgezinnen. In Dutch we say smakelijk eten. Have a good... Ja, eet smakelijk. Het idee van de genoemde Meet and Eat is ontstaan bij een groep vrijwilligers van de Stichting Present. Ze willen de vlechtelingen een leuke jongjan en van een peren worden uit het opvangcentrum helje. 160 gastgezinnen hien haar ommeld voor de Meet and Eat en dat wil ze maar zo'n 100 nedig wienen. We zijn zelf niet van die koks, dus we eten eigenlijk vrij gemakkelijk. We hebben straks pizza, die laten we lekker bezorgen. En ik maak lekker salade, tortellini salade en een salade met tomaat en komkommer en witte kaas. French fries. Nou, I forget my story inside Surya, slowly, slowly, I forget. I and my baby is forget there. Mm. Now it is a new coming here, a new... Now it is very happy. New beginning. Yeah, a new beginning. Yeah. Happy for you. Yeah. So happy. Ja, er had er een vergelijkbaar initiatief geweest in Apeldoorn en Zwolle. De gastgezinnen hier komen uit de hele provincie, van Dokkum tot Koudum. Ik geniet hier intens van, hè, hun de ruimte geven en even weer te zijn wie ze zijn. Vrouw, moeder, kind. Hè, de ene zit voetbal te kijken en de ander achter het aanrecht. En ik heb zoiets van, jongens, we zijn thuis. Even lekker thuis zijn. Nevens de initiatiefnemers weer de actie een succes. Deze weekend werd zien of er een vervolg mogelijk is. Kom hier, schat. Kom hier. Deze jongen spreekt al een beetje Nederlands. Ja. Via Google heeft hij zichzelf geleerd. Hè? Ja. Van morgen had het televisieprogramma Bient een riege over de Meet and Eat.